vanuit mijn perspectief is het feit dat daar voortdurend gekibbeld wordt en dat daar voortdurend ruzie wordt gemaakt, is dat heel erg belangrijk. Dat is misschien zelfs de allerbelangrijkste verdienste van een democratie. Omdat het is zo dat elke samenleving conflicten heeft of potentieel conflicten heeft. Elke samenleving, zelfs een primitieve stam die er op het eerste gezicht misschien heel erg harmonieus uitziet, wel in elke samenleving zijn er potentieel conflicten, zijn er potentieel spanningen, ontevredenheid, transformaties die langzaamaan gebeuren. Dus geen enkele samenleving is perfect, harmonieus of stabiel. Maar wat de meeste samenlevingen doen, wat premoderne samenlevingen typisch doen, is proberen om die onenigheid en die conflicten te onderdrukken. Omdat die conflicten, die onenigheden, die spanningen gezien worden als een bedreiging voor de stabiliteit en voor het voortbestaan van de samenleving, wordt gedaan alsof die niet bestaan of alsof die niet belangrijk zijn of worden die zelfs actief onderdrukt, worden mensen die onenigheid uiten gewoon het zwijgen opgelegd. Het gesofisticeerde aan een democratie is natuurlijk precies dat die conflictualiteit van de samenleving ten volle erkend wordt. In een democratie is het conflict legitiem, wordt erkend dat er fundamentele tegenstellingen zijn, fundamentele onenigheden zijn en die moeten niet worden verzwegen of onderdrukt. In plaats daarvan krijgen die de vrije loop, de legitimiteit van het conflict wordt erkend. Maar die conflictualiteit van de samenleving die is natuurlijk potentieel wel degelijk een bedreiging. Als we al die conflicten in de samenleving voortdurend open en bloot zouden uitvechten met elkaar, ja, dan zou dat wel degelijk tot allerlei problemen kunnen leiden. En mechanismes van representatie zijn in dat opzicht precies cruciaal. Als we allemaal als burgers zelf continu alle beslissingen zouden nemen, als er geen representatieve mechanismen zouden zijn, ja, dan zouden die conflicten inderdaad de samenleving kunnen verdelen. Als wij, ik zeg maar wat, als elk weekend zouden moeten bijeenkomen om samen beslissingen te nemen over de samenleving en wij zouden het radicaal met elkaar oneens zijn, ja, zouden wij dan nog de volgende dag harmonieus kunnen samenleven? Dat is niet zeker. Dat zou misschien inderdaad leiden tot heel reële conflicten. Dus nood zou de onenigheid op straat worden uitgevochten. Wat doen we in een representatieve democratie? Wel, iets heel ingenieus. Wat we doen in een representatieve democratie is acteurs inhuren die we op een podium zetten en we laten die acteurs op het podium onze conflicten opvoeren. En dat is een heel ingenieuze oplossing, want dat betekent enerzijds dat de legitimiteit van het conflict erkend wordt. Er staat een podium in het midden van de samenleving en we zitten hier op dat podium, of het is een zaal hiernaast waar de volksvertegenwoordigers bijeenkomen. Maar dus er is een podium waar we acteurs op zetten die alle maatschappelijke conflicten en tegenstellingen en discussies gaan opvoeren. Dus we maken heel duidelijk dat die conflicten legitiem zijn, dat er onenigheid en diepe verdeeldheid is in de samenleving. Maar we scheiden dat conflict af van de rest van de samenleving. We richten een ruimte in, de politieke ruimte, die is afgescheiden van de rest van de samenleving. En het is in die afgescheiden politieke ruimte dat we de politieke conflicten gaan uitvoeren. En dat is heel ingenieus, want dat maakt dat we erkennen dat er conflicten zijn, maar dat tegelijk de samenleving eigenlijk bevrijd wordt van die conflicten. Dus het conflict wordt erkend, maar het wordt tegelijk eigenlijk gedomesticeerd. Want het wordt opgevoerd in een afgescheiden ruimte, de politieke ruimte, waar de rest van de samenleving eigenlijk geen last van heeft. Misschien zijn wij het radicaal oneens over sommige politieke kwesties, maar dat heeft geen belang. Wij hoeven daarvoor niet fysiek met elkaar te vechten, want wij beslissen toch niet. Het zijn de mensen die in de zaal hiernaast bijeenkomen die uiteindelijk gaan beslissen. Dus op die manier wordt de samenleving tegelijk bevrijd van die conflicten, maar wordt de conflictualiteit wel degelijk erkend. En het is nog straffer door die conflicten op te voeren op een podium dat zichtbaar is voor de hele samenleving, hetgeen er gebeurt op het politieke toneel, dat wordt gemediatiseerd, heel de bevolking ziet dat. En daardoor kunnen die conflicten eigenlijk, merkwaardig genoeg, zelf een bron van eenheid worden. Want wij zijn allemaal toeschouwers bij datzelfde politieke toneel. En dus dat maakt ons tot één politieke gemeenschap, het feit dat we allemaal betrokken zijn op diezelfde politieke ruimte en dat wij allemaal betrokken zijn bij diezelfde politieke conflicten. Dus het opvoeren van die conflicten op één afgescheiden plaats, ja, dat heeft enorm
gunstige effecten. Daar komt ook bij natuurlijk dat als die conflicten op een podium worden uitgevochten door professionele acteurs, wel, dan kan dat conflict, zoals ik daarnet eigenlijk ook al heb gezegd, wordt dat conflict ook op een bepaalde manier vormgegeven. Die gaan dat conflict niet uitvechten door met elkaar op de vuist te gaan, maar die gaan die maatschappelijke conflicten en oneenigheden omvormen in principiële conflicten, in discussies over gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheden, rechten enzovoort. Dus dat conflict krijgt daardoor een bepaalde vorm, wordt geproceduraliseerd, wordt geïnstitutionaliseerd. En dat is een heel gesofisticeerde manier om te gaan met de conflictualiteit van de samenleving. Toch als dat goed werkt, dat werkt natuurlijk niet altijd goed. Het zou soms kunnen dat bepaalde tegenstellingen uit de samenleving niet worden opgepikt. Dat er in de samenleving ontevredenheid groeit, die helemaal niet verschijnt op het politieke toneel. Dat mensen zich niet meer kunnen herkennen in dat conflict dat daar wordt opgevoerd op het toneel. En dan ontstaan er problemen. Maar als dat goed werkt, als mensen zich effectief kunnen herkennen in die acteurs die op het podium staan, ja, dan heeft dat heel gunstige effecten, want dan heeft iedereen in de samenleving het gevoel dat er wel degelijk naar hem wordt geluisterd. Hij staat natuurlijk niet zelf op dat podium, maar er staat wel degelijk iemand op dat podium die precies zijn standpunt vertegenwoordigt, die dat allicht op een meer eloquente manier doet dan hij het zelf zou kunnen, en die dat doet op het toneel waar heel de natie moet naar luisteren. Kijk, daar staat iemand en die zegt precies waar het op staat en de anderen moeten luisteren. Dus dat creëert een vorm van erkenning, het feit dat het eigen standpunt, dat de eigen visie, daar op die publieke plaats wordt opgevoerd. Dus als dat goed werkt, dan is die opvoering cruciaal.